De badjuffen waren er slechter aan toe dan de kinderen. Zodra ze merkten dat er iets mis was, brachten ze eerst de leerlingen in veiligheid. Daarna zorgden ze pas voor zichzelf. Een traumahelikopter en een flink aantal ambulances en brandweerwagens kwamen naar de zwemschool om hulp te verlenen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk, maar de eigenaar van Vital heeft wel zijn vermoedens. We hebben een chloorgasbel in het zwembad gekregen en we vermoeden door een technische storing. Helaas kan ik dat nu nog niet achterhalen, want ik mag het pand nog niet in. Maar er is een technische storing waardoor zuur bij chloor is gekomen en dan krijg je chloorgas. Ik heb begrepen van de mensen van de GGD dat de slachtoffers, 10 in totaal, 8 kinderen en 2 volwassenen, dat die op dit moment stabiel zijn en eigenlijk meer ter voorzorg naar het ziekenhuis zijn gegaan om zich in ieder geval medisch te laten onderzoeken. Als je veel chloorgas inademt, dan kan het dodelijk zijn. De badjuffen en 2 van de kinderen moesten wel braken en allemaal waren ze benauwd, maar toch kwamen ze er dus nog goed vanaf. We hopen er eigenlijk nooit meer mee te maken, maar het is gelukkig allemaal heel goed afgelopen en we willen eigenlijk ook er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Wanneer de bovenburen van het zwembad weer naar huis mogen is nog niet duidelijk. Hun belangrijkste bezit hebben ze er gisteravond in elk geval meteen uitgehaald. Ik ben gebeld door kennissen dat het hier flink mis was eigenlijk. Dus ik ben gelijk hier naartoe gekomen en ik heb mijn kat naar beneden toe gehaald. Is alles goed met hem? Ja, gelukkig wel. Ja. Ja. En hoe bent u daar boven gekomen dan? Want als ik zo zie, dan denk ik van goh. Dan laten ze niet iedereen naar boven zomaar, hè? Nee, dat denk ik ook niet. Ik ben gewoon naar binnen gelopen en ik denk niet dat ze mij hebben gezien. Zelfs. Dus ik heb gewoon de kat gehaald. Maar er is ook niemand die me op dat moment echt tegengehouden had, denk ik. De kat gaat dan voor alles op zo'n moment? Ja, absoluut, ja. Oké, dank u wel.